better. We can do better van Matt Simons, is de broer van Hentje Simons. Nou, dat zal het niet zijn, denk ik. Kwart voor twee mensen, welkom bij de show. In de middag. Ja, Jacques, we zitten lekker te klessenbessen, hè? Ja, ik vind het leuk dat je er een gesprek van maakt en dat het niet een serie vragen is die je me afstuurt. Nee, dat doen we nooit hier. Wat is er zo leuk voor jou aan radio maken? Nou, dat je één op één met de luisteraar bent. Dat je gewoon lekker met ze kan kletsen en mooie muziekjes kan draaien. En kan zeggen, moet je hier eens naar luisteren, wat leuk het is. Wij maken allebei verschillende soorten radio. Wat vind jij bent echt een DJ, ben jij. Ik ben meer een DJ. Wat vind je van deze vorm? Ik vind het heel leuk. Ik vind het heel dynamisch. En ik vind het leuk dat zij erbij zitten. Ja, zij zijn belangrijk. Wij zijn een stoel met drie poten. En haal er één weg en dan lopen we bank. Dus we zijn met z'n drieën één in dit geval. Mooi. Dus een goddelijke combinatie. Goed, nou, zeker. Ja. Als jij naar links kijkt. Ja. Wat je veelvuldig doet. Daar zit voor de kijker Natasja namelijk. Elke dag een lach. Ja, heerlijk. Lekkere pretogen, want dat heb je. En die hebben wij nu nog meer. We vonden het heerlijk dat je er was. Ja, echt. Ik vond het ook leuk. Het was onze genoegen. Ja, nou, zeker een genoegen. Wij gaan dan ook derhalve een prachtig applaus geven. Jacques Kleuters was hier in de show. Dankjewel, Jacques. Mooi weekend. Geur in de middag. Presenteert. Goedemiddag. Wat moeten flamingo's doen om te kunnen eten? Een hoofd ondersteboven houden. Heb jij gegoogeld? Nee, maar ik zie ze die kop in het water steken. Mm-hmm. En dan kunnen de visjes daarin, want hun snavel is natuurlijk een halve cirkel. Precies. Ik sta zelf ook wel eens zo. En niet met eten hoor. Maar dat werkt inderdaad heel goed. Sta je ook wel eens zo, Natas? Is het ochtends na wilde nacht? Het leuke is, ik heb nu ook een vraag. Nee. Ja, zeker niet. Ik heb een leuke vraag. Hey! Ja hoor. Ja, niet zo leuk nieuws. Uit België. Het afgelopen weekend was er een auto-ongeluk. Oh, natuurlijk. Nee. Ja, zes mensen omgekomen. Dat heb je natuurlijk ook. En dat, daar moet je altijd een beetje mee oppassen natuurlijk. Ja. Zes is best heel veel. Het was drie tijdens het ongeluk natuurlijk. En nog eens drie tijdens de reconstructie. Ja. Is keur in de middag.